Het is een probleem waar veel starters op de woningmarkt tegenaan lopen. Een betaalbaar huis vinden. De huizenprijzen stijgen nog altijd. En het woningtekort loopt op tot 5% in 2025. En niet alleen in de Randstad is de nood hoog. Ook in steden als Deventer, Groningen en Lelystad gaan de prijzen omhoog. Ik praat erover met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tja, waar kun je in Nederland nog een betaalbare woning vinden als starter? Nou, misschien aan de randen van Nederland nog. In Limburg, in Groningen. In de Achterhoek. Daar in Zeeland nog een beetje. Daar is het iets goedkoper. Maar ook daar zijn de prijzen zijn fors gestegen. Zoals jullie al aangaven, stijgen die ook in dat gebied. Eigenlijk nog sneller dan nu in de Randstad momenteel. Dus ook daar wordt het lastiger. Maar de krapte is ongekend, hoor je. Klopt dat inderdaad? Ja, we zitten inderdaad. Het officiële woningtekort is vorig jaar op 4,2 vastgesteld. Nou, ik kan me dat in mijn carrière eigenlijk niet herinneren als woningmarktonderzoeker. En meestal zitten we zo rond de 2. En de verwachting is inderdaad dat dat verder gaat oplopen. Dus we hebben nu zo'n 315.000 officieel dan woningtekort. En dat gaat de komende 2-3 jaar nog wat verder oplopen. En dan is de hoop dat we meer woningen gaan bouwen. Dat we dan het tekort langzaam weer gaan inlopen. En hoe groot is op dit moment de impact van de coronacrisis op die woningmarkt? Ik zie bijvoorbeeld in Amsterdam toch echt minder expats. Ja, dus je ziet dat met name in de vrije huursector in Amsterdam. Daar is nu tijdelijk echt meer aanbod. Je ziet ook zelfs dat de woningprijzen of de huurprijzen wat onder druk staan. Maar in de koopsector zie je dat helemaal niet. Daar zie je juist dat de krapte verder is opgelopen. We zitten nu op een getal van 2. Dat betekent dat je de keuze hebt bij 2 woningen. Nou, tijdens de crisis waren dat er 30. En de prijzen zijn het laatste kwartaal, dus in Q3, ook weer met zo rond de 11% op jaarbasis gestegen. Dus ja, dan zie je dat de koopprijzen stijgen en de krapte toeneemt. Dan moet ik zeggen dat de grootste prijsstijgingen zitten momenteel buiten de Randstad. In Amsterdam is het ook 7-8%, maar dat is niet meer die dubbele cijfers die het 2 jaar geleden nog was. Ja, in Leiden hebben ze iets op die woningnood bedacht. Daar is een project van start gegaan waarbij huurders een eigen woning bij elkaar klussen. Onze verslaggever Josephine Trehi die ging kijken in een voormalige nijverheidsschool in Leiden. Laten lopen. Het is flink geklust hier. Mannen lopen met gipsen platen de trappen op en af. 25 appartementen komen er in dit oude schoolgebouw. De deal is makkelijk. Je moet je huis zelf opknappen voor een budget van 30.000 euro. Daarna huur je 2 jaar en dan mag je het kopen. Oppas dat ik niks omgooi. Nee, ja. Lucas is een van de nieuwe bewoners. Nou, er was gewoon bijna niks te vinden. Althans, niks te vinden wat bij mij zou passen. In elk geval mijn leeftijd, dan zou je maximaal 3 jaar ingeschreven staan bij een woningvereniging. Ja, dan sta je niet 1-0 voor, zeg maar. Kijk even rond in zijn appartement. Helemaal kaal nog. De muren zijn net geïsoleerd. Er is een begin gemaakt met de elektra. Maar hij weet al helemaal hoe hij het straks wil. We staan nu waar de eetkamer zou komen. Ah, ja. Dus een tafel. Een tafel met stoelen. En dan vlak daarachter de keuken. Ja. En dan ook zou hier een deur komen naar het balkon buiten. Je gaat ook nog een balkon maken? Er komt ook nog een balkon bij. Oké, okay, ja. Wauw. Ja. Nee, mijn vader is aannemer, dus die kan heel veel helpen. Dat moet wel goed komen. Marnix Noorder is van Steenvlinder, het bedrijf dat dit allemaal heeft bedacht. Ja, Steenvlinder is een bedrijf wat maatschappelijk verantwoord wil zijn. En we vinden het ook belangrijk dat ook mensen die geen direct hypotheek nu kunnen krijgen, die ook gewoon een kans geven. En dat betekent dat ze nu eerst gaan klussen en huren en dan later gaan kopen als ze dat willen, als ze er aan toe zijn. En wat we er weer op schieten is dat we blijven worden. We vinden het gewoon belangrijk dat ook deze mensen een kans krijgen. Ja. Maar is het ook lucratief voor jullie? Om eerlijk te wezen, we kunnen ze beter gewoon verkopen. Ja. Nog even naar Lucas, want even voor de duidelijkheid. Je krijgt nu dus 30.000 euro verbouwbudget, zeg maar. En hoeveel huur moet je daarna betalen? Dus uit mijn hoofd 720 euro, wat het ongeveer zou worden. Ja. Dan heb ik 5 jaar de mogelijkheid om het huis te kopen. En klopt. Hoeveel kost het dan? Dat zou dan kostprijs zijn. In mijn geval is dat ongeveer 185.000 euro aan mijn hoofd. Dus een goede deal. Een hele goede deal. Ja. Oh, en ik neem aan dat je ook wil ervoor zorgen dat er niet een of andere investeerder
hierin komt, die denkt, dat is een goede manier om een goedkoop huisje te kopen. Dan hebben we wel een sollicitatiegesprek, om het zo maar te zeggen. Want we willen dat mensen niet alleen echt gemotiveerd zijn, maar ook een plan hebben hoe ze het gaan doen. Lucas heeft dan een vader achter zich die aannemer is. Maar je kunt ook gewoon heel goed organiserend mens zijn, wat zorgt dat vrienden, vriendinnen je gaan helpen. Je kunt het met je twee rechterhanden doen. En inderdaad, voor iedereen geldt, je moet het zelf gaan bewonen. Het is niet voor beleggers, het is voor starters, het is voor staatshouders, voor ZZP'ers. En dat is de overtuiging die we hebben. En ik merk dat het een enorme energie oplevert. Heel veel blije mensen. Ja, daar doen wij het voor. Wanneer denk je dat je er echt in gaat? Nou, we hebben in totaal 12 maanden om het klaar te krijgen. Ik hoop zelf er tussen de 8 en 10 maanden zo een beetje over te doen. En waar woon je nu? Nog bij mijn ouders thuis. Ja. Dus dat moet even snel veranderen? Dat moet even snel veranderen. Ja, nog steeds contact met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt. Heel bijzonder klusproject, hè? Ja, dat is echt een heel bijzonder project. Die kluswoningen die kennen we wel langer, hè. Dat is ooit in Rotterdam in Spangen begonnen. Daar kon je zelfs gratis een huis krijgen als je het dan maar voor ruim een ton of nog hoger verbouwde. Maar dan had je zelf geld nodig. Maar hier krijg je de verbouwkosten en krijg je de mogelijkheid om het te kopen. Dus ik vind dit inderdaad een heel mooi en bijzonder project. Ja. En zou dit ook landelijk uitgerold kunnen worden? Maakt het ook kans in andere steden? Ja, ik denk het wel. Het ligt een beetje aan de eigenaar van die woning, hè. Dit is waarschijnlijk een gemeentelijke school geweest en heeft de gemeente meegewerkt. Maar je moet wel een vastgoedeigenaar hebben die daar aan mee wil doen. Kijk, er worden per jaar worden er zo'n 12.000 woningen, hè, afgelopen jaar dan, worden er toegevoegde transformaties. En dat kunnen kantoren zijn, dat kunnen scholen zijn of winkels. Dus dat is best wel een substantieel aantal. En als je daar een deel inderdaad op deze manier voor starters reserveert, ja, is dat wel een heel goed beleid. Alleen ja, je moet wel een gemeente hebben of een eigenaar die daar mee wil werken. Dus dat is wel een vereiste dan. En zijn nog meer van zulke creatieve voorbeelden te geven? Waar wordt ingespeeld op die woningnood? Ja, er zijn meer voorbeelden. Er zijn bijvoorbeeld in Brabant heb je een statiegeldproject. Dat zijn grote vrijstaande woningen waar ouderen in wonen. En er wordt dan een verbouwing plaats, vindt daar plaats. En daar gaat dan een jong gezin bij wonen. En dat idee is dan dat je dan in die kernen die jongeren ook vasthoudt en dat die elkaar ook ondersteunen. Dus dat is een bijzonder voorbeeld. En wat we steeds meer zien, althans dat probeert men in allerlei steden, maar het komt nog moeilijk van de grond, is om collectieven, dus dat mensen gezamenlijk, wooncollectieven, gezamenlijk woningen gaan ontwikkelen, gaan huren of kopen, kan dat. En Amsterdam wil bijvoorbeeld de komende 20 jaar iets van 40.000 van die collectieve woningen gaan organiseren. En dat zijn ook woningen die betaalbaar blijven. Dat is natuurlijk altijd het punt. Dat ja, als je iets oplevert, dan gaat het gelijk, gaan die prijzen stijgen. De bedoeling is dat het ook echt beschikbaar blijft. Dus ja, je ziet wel hier en daar zie je echt wel ook initiatieven ontstaan om juist jongeren, middeninkomensgroepen, om die te helpen. Want die zijn kansloos eigenlijk nu, hè. Dat is het probleem. Maar zet dat echt zoden aan de dijk of moet er gewoon echt veel meer gebouwd worden, toch? Ja, we hebben net geconstateerd aan het begin van de uitzending dat we een tekort hebben van 315.000. Ja. Dus natuurlijk is dat een probleem en moet je meer bouwen. Het probleem is alleen dat de laatste 2 jaar zien we de bouwvergunningen weer wat stagneren. Het neemt zelfs wat af. Dus de komende 2 jaar gaat dat niet gebeuren. En we moeten dus nu zorgen dat we nieuwe woningbouwplannen ontwikkelen om over 2 jaar ook weer die productie te kunnen laten stijgen. En dan is transformatie natuurlijk van bestaande panden die er al staan. Ja, die kun je natuurlijk redelijk snel inzetten. En een tweede optie is, en dat wil het Rijk ook bevorderen nu, is dat je tijdelijk woningen neerzet. Je kunt via prefab en industrialisatie kun je vrij snel hele goede woningen neerzetten die demontabel zijn. Ook dan moeten gemeentes weer meewerken. Die moeten land, grond beschikbaar stellen om dat tijdelijk daar te kunnen doen. Dat kan maximaal 15 jaar. Maar dan kun je wel snel meters maken. Maar dan moeten gemeentes wel keuzes maken. Goed, dank Peter Boelhouwer, hoogleraar op de woningmarkt.